Over bijna heel de wereld wordt het tientallig stelsel gebruikt voor het schrijven van getallen. Maar dit is zeker niet het enige stelsel. Alle computers, smartphones en apparaten met een computerchip werken met het binaire tweetallig stelsel. Hierin worden alleen de getallen 0 en 1 gebruikt. Dit is voor een computer heel handig, omdat daar heel veel microscopisch kleine schakelaars in zitten die aan 1 of uit 0 kunnen staan. In het binaire stelsel wordt iedere positie naar links telkens dubbel zoveel waard. Dus 1, 2, 4, 8, 16. Het getal 0110 in het binaire stelsel kunnen we dus lezen als 0 keer 8, 1 keer 4, 1 keer 2 en 0 keer 1. Samen 6. Het duodecimale, dus 12-tallig stelsel, wordt in sommige plekken in Afrika nog steeds gebruikt. Het stamt oorspronkelijk uit het oude Mesopotamië. En hierbij worden met de duim het aantal kootjes van je vingers aangewezen. Dit gaat dus als volgt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dek, L. Bij ons 10 is hier dus 12. Een twaalftal en geen eenheden. We zien het gebruik hiervan nog veel terug in ons dagelijks leven. Zo hebben we 2 keer 12 uur in een dag. Een jaar heeft 12 maanden en een dozijn is natuurlijk ook heel bekend. Misschien valt het je ook op dat de getallen tot en met 12 een eigen naam hebben. Daarna zijn het samengestelde namen. Het hexadecimale, dus 16-tallig stelsel. Dit wordt veel gebruikt bij het programmeren van computers. Hierbij hebben we 16 tekens nodig. Dus vullen we de cijfers 0 tot en met 9 aan met de letters A voor 10 tot en met F voor 15. De getallen worden bijvoorbeeld gebruikt in kleurcodes voor op het internet. Ook zijn de meeste standaard wifi-wachtwoorden van nieuwe modems in dit format. Het 60-tallig stelsel werd in het oude Babylonië gebruikt, wat werd vastgelegd met spijkerschrift. 60 is een heel handig getal omdat het door heel veel getallen netjes deelbaar is. Namelijk door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 en 30. Het 60-tallig stelsel gebruiken we allemaal iedere dag. Er zitten namelijk 60 seconden in een minuut en 60 minuten in een uur. Ook bij het meten van hoeken maken we nog steeds gebruik van het 60-tallig stelsel. Zo zie je dat het tientallig stelsel helemaal niet zo vanzelfsprekend is als je misschien had gedacht. En er zijn nog veel meer stelsels te verzinnen. Misschien heb je wel eens gehoord van het boekje over het land van Okt, waarin mensen maar 8 vingers hebben in plaats van 10. En zo kun je nog veel meer stelsels verzinnen. Bedankt voor het kijken. We hopen dat je het leuk vond om wat dieper in te gaan op een onderwerp wat niet standaard in de wiskundelessen aan bod komt. Vind je het leuk en wil je dat we meer van dit soort video's gaan maken, laat het ons dan vooral weten. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.